Oh nee, hè. Not him. Niet gewoon, hè. Niet. Nee, niet gewoon. Oh, dit is verschrikkelijk. Oh shit. Oh shit. Oh shit, man. Oh, verdomd, man. En waar is mijn grote vriend nou? Als ik hem nodig heb, is hij er gewoon niet, hè? Pak het andere wapen! Oh. Oh. Headshot! Ik ga hem nu vermoorden met de sniper. Bats! Oh, ik heb helemaal niks om me te helpen en zo, hè? Oh! Ja! Motherfucker, burn! Serieus, dit was eerst een baas, hè? Dit was eerst een baas in het begin van de game. En nu is het gewoon normaal dat het een vijand is, zeg maar. Een baas wordt gewoon een standaard vijand, hè? Damn it. En ik ben echt mijn leven... Jozef zit wel weer te ik heb ook geen kogels meer. Ik had gewoon net precies genoeg kogels. En hij heeft met zijn hakbel. Ik wil ook die hakbel. Hij kan oneindig die hakbel gebruiken. Dat is echt zo relaxed. Ik snap dat niet van de game dat ze mij niet gewoon die hakbel geven. Nee, je kan maar één keer alle items gebruiken. Oh. Daarom hield hij ermee op. Nou, dat zal nu ook niet meer gebeuren. Let maar op, dat lichaam verdwijnt. En als het goed is, kan hij nu gewoon dicht. Juist. Kunnen we hier nog heen? Wacht. Voordat we verder gaan. Wat is hier? Ik hoor namelijk een... Een boekje. Oké, mooi boekje. En, oh, het licht. We kunnen eindelijk onze dingen opslaan hier. Mooi zo. Oh, hier zit ook het spul in. Kijk eens, mensen. We hebben gewoon... Bijna 10.000 punten door die hele Battlefield-strijd die we hebben gedaan. Heel fijn. Heel erg fijn. Ja. We gaan verder. Waar kunnen we hier... We gaan eerst maar even onze upgrades bekijken. Want wat kunnen we allemaal doen? We kunnen allemaal extraatjes doen. Hier in deze kamer. Kijk eens. Met A gaan we kijken wat we kunnen upgraden voor ons poppetje. Want ik had wel wat problemen met mijn leven. Alhoewel 10.000, ja. Ik ga deze doen, mensen. Het leven van die spuiten geeft nu meer punten als ik me met de naald ga spuiten, zeg maar. Dan, ja, dan krijg ik meer leven erbij. Dus dat scheelt, dat is beter. Dat is wel even wat ik nu nodig heb. Ik ga het spel opslaan, want we zijn best wel goed bezig. Zo. Hé? Het is wel leuk. Het is buiten heel erg donker en dan speel ik zo'n horror game. Dat vind ik altijd wel leuk. Het is, ik weet niet. Ik merk nooit echt verschil als ik s'avonds een spel speel of s'morgens of s'middags. Dat maakt eigenlijk nooit uit. Ook met een horrorfilm. Het is altijd wel leuker als je het s'avonds kijkt natuurlijk. Maar ja, dat maakt me eigenlijk nooit wat uit. Ik vind het altijd gewoon spannend. Het is natuurlijk sowieso met die headset op je oren... En dat geluid hard, dan maakt het altijd wel wat spannender, vind ik. Hier nog een doos. Kunnen we niks mee doen. En wat lag hier op de grond? Wat is dit? Een blaadje. Een mapfragment. Oké, nou ja, we kunnen het maar gebruiken. Je weet nooit. We gaan de lift in. En, oh jee. Ik denk dat de chapter nog lang niet voorbij is. Ik heb gewoon het gevoel, een chapter duurt best lang. We hebben ook echt heel weinig kogels. Ik heb explosive bolts. Is gewoon, ja, heb ik haast niet. 3 shotgunkogels en 18 pistoolkogeltjes. Het is echt niet heel veel. Ik heb hier nog wat brain points. Kunnen we daarachter nog wat vinden? Nee. Altijd even zoeken, want misschien zitten er wel kogeltjes ergens. Hier, kijk, dat bedoel ik, een naaldje. En die naald kunnen we misschien maar gelijk gaan gebruiken op onszelf. Even kijken. Daar gaan we. En kijk eens hoeveel groot stuk ik erbij krijg. Dat is echt heel fijn. Holy crap. Dit is... Weer schitterend qua graphics. Heerlijk om dat weer te zien. Wat is dit? Dit is een zak en daar zit waarschijnlijk een lijk in. I don't like that they used her as bait. Almost like someone's toying with us. Oh god. Nee. Hang in there.
Just a little... Oh, ga niet kuchen. Vind ik eng dat ik verander je weer. Maar inderdaad, ze zeggen van ze doen kick. Wat is dit dan? Er zit gewoon echt een lijk in hier hoor. Zeker weten. Er zit gewoon een keihard lijk in. Een keihard lijk. Mooi hè, mooie taal. Prachtige omgeving trouwens. Echt apart dat we daar, dat huisje wat je daar ziet, dat we daar eigenlijk, dat we daar waren ook volgens mij, uit mijn hoofd. Nou, we zitten helemaal bovenaan. Het ziet er echt schitterend uit, grafisch. Ik kan je ook niet voorstellen dat dit... Ik vind dit prachtig gedaan, Bethesda is echt... Oh! 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 We can take them. No, that's not... Zijn dat zombies die kunnen... Nee! Nee, alsjeblieft. Oh, wat ben je een lul. Wat ben je een lul. Oeh. Oh my god. Echt, jongen. Jozef, laat die ding aan mij over. Ik denk na voordat ik iets doe. Ja. Ook zijn hoofd eraf. Raar dat die zombies... Die eten hem niet op of zo. Hè? Jozef. Het zijn toch hele slimme zombies. Oh nee, moet ik dit op tijd gaan doen? Echt waar, moet ik ze gaan sniperen? Oh, vreselijk. Daar heb ik zo'n scheidhekel aan, mensen. Ik heb daar zo'n scheidhekel aan, maar ik moet het gaan doen. Met 3 kogels moet ik. Oké, okay. Op hoofd van zegen. Let op. Op hoofd van zegen, hè? Kom op. Oh! En de volgende? Waar ben je? Play! Give the sniper to me, and I will damage you. Zo, dat klik zo. Cool. You're okay? Ja? Oké, mooi zo. Ik heb je mooi uit de shit geholpen, hè? Wat ga je doen? Ga je me helpen? Dat zou tijd worden. Nou ja, oké. Nee, dat mag ik niet zeggen. Je helpt me altijd. Je helpt me altijd. Maar nu heb ik jou geholpen, nou help je mij. Dat is wel weer, staan we weer kieten, soort van, hè? Oké, moet ik serieus over dit hele dunne plankje? Dat gaat dus echt niet lukken. Kan ik niet? Ik neem wel even de brug. Wacht even. Kan ik hier nog even wat zoeken? Hier zat er nog wel wat zijn of zo. Hier geen kooltjes of iets? Of helemaal niks? Echt helemaal niks? Jammer dit. Jammer dit, Bethesda. Jammer dat je mij weer met een paar kooltjes op pad laat gaan hier in deze game. Oké, heel voorzichtig. Hier, wacht. Je kan dus gewoon van afvallen, hè? Het is dus niet dat je er automatisch nooit van afval. Oké, gewoon een rechte lijn. Oh, gelukkig een filmpje. It's just a matter of time. Nee, stoning! Ga er niet stom blijven doen! What the fuck? Nou, je moet je hoofd niet verliezen! Game, hou op met die spanning. Hou op met die... Nee. Ga weg. Alsjeblieft. Cover me. Let's go. Cover me? Wat cover me? Oh, crap. I'm not... I'm not liking this. You know it. You never walk alone. Wat komt hier vandaan in één keer? Een hakbel. Oh nee! Blijf weg, alsjeblieft. Blijf weg. Echt zo, je raakt ze in de hoofd en dan schudden ze met het hoofd van... dat voelde niet lekker, terwijl een heel stuk van het hoofd weg is. Dat is echt ziek. Komen er nog meer? Oh shit, er staat er nog een daar. Yes! Wat hurry this way? Er lagen nog kooltjes. Ongelooflijk. Gaan we weer graphics krijgen? Wauw, gaan we graphics krijgen hoor. Wat een chapter is dit. Dit is echt niet normaal. Die chapters zijn zo verschrikkelijk groot. Hoe kan je die game zo huge maken?
Dat is echt verschrikkelijk, niet normaal. Nou, we komen weer in een stadje. Dat verbaast me niks. Dat vind ik verschrikkelijk, stadjes. Er komen ook weer van allerlei monsters. Er zit ook een fout in de game met graphics hier. Ik hoop niet dat dat blijft. Ik kan door Philip heen. Kijk nou. En Philip ziet er goed uit met zijn stropdas. Heb ik ook een stropdasje? Ik heb een beetje een versleten stropdasje. Wat zijn die dingen op de grond? Graphics. Kom op, ga het doen. Ga het goed doen. We kunnen daarin. Er zit een engel met allemaal lampjes eraan. Het lijkt net... Inderdaad, hij zegt van het lijkt op een markt. Ik ben benieuwd. En heel veel supplies hier, dus dat is alleen maar goed. Maar dat betekent, als er supplies zijn, dan geeft dat het teken dat er weer wat heel ergs aan de hand... Of dat er weer wat gaat gebeuren wat niet leuk is. Een keihard gevecht of iets. En hier ook een kistje. Kunnen we die openen heel voorzichtig? Moeten kijken wat zit hierin. Heel voorzichtig. Er zit een bom in, zag je het? Ja, er zit een bom in. En wanneer... Ja, dus ik moet hem... Op het juiste moment, dat is heel vreemd. Het is zo raar, ik snap er nog steeds niks van. Hey, we hebben een kit gevonden erin. Je moet zeg maar een soort van niet helemaal openen, maar gewoon op je gevoel openen. En dan zie je dat er een bom in zit en dan kan je hem onschadelijk maken. Nou, die Maria standbeeld is te groot, er zal wel geen sleutel in zitten, denk ik. Maar misschien zit er wel eentje, een andere Maria beeldje verstopt. Heb ik al genoeg kogels? Ik heb 1 shotgun kogel, ik heb 15 van die pistoolkogeltjes. Ik heb ook helemaal geen bolt. Ammo, helemaal niks. Ik kan even kijken of ik wel iets heb van ammunitie voor die bolt. Heb ik iets? Even kijken. Nee, ik heb gewoon alles opgemaakt. Echt alles opgemaakt. Make bolt. Dat zijn die parts die ik... Oh, mensen. Dat zijn de parts die ik nodig heb om bolts te maken. Ah. Dit is leuk. Dat wist ik niet. Kijk, change bolt. Wat zullen we doen? Deze. Make bolt. Oh, wat gaaf. Ik kan gewoon van die parts die je krijgt, kan ik op die manier... Aha! Ik kom er nu gewoon achter, echt heel laat. Echt triest eigenlijk. Ik maak gewoon van alles 2. Zo, huppakee. Ik heb gewoon al mijn parts weg. Ik wist dat niet, joh. Weet ik veel hoe dat zit. Ik heb wel 2 sleutels. Dat is ook heel positief. Granaatjes, die zou ik ook wel eigenlijk willen gebruiken. Laten we die gebruiken voor... Ja, ik vind die shotgun sowieso te goed hoor. Ik vind die echt te goed. Wat zijn hier? Zijn dit ook kogeltjes hier zo? Zijn het geen kogeltjes? Verdomme. Even kijken hoor. Explosive bolts, dat is deze. Oh, het is hier echt zo... Het is echt gezellig. Je zou het niet zeggen van de sfeer in de Evil Within. Maar dit is echt een gezellige marktkraam. Kijk eens met doosjes die we kapot kunnen maken. Hartstikke leuk. En een oude bandrecorder. Mijn vader was een stern man. Proud. En ik dacht intelligent. Maar hij was ook pious. Een believer. Somehow he always supported the church, no matter what the newspaper said. Hij gaat dwars door die opnames lullen. Wat is dat? Hij zei iets van, ik ruik iets, het is in de buurt. Ik ben er niet helemaal blij mee. Oh, hier zijn bolts trouwens. Ik heb die net lopen verbruiken en nu kan je ze gewoon pakken hier. Ja, er komt sowieso, er gaat wat gebeuren, dat weten we allemaal. Dat is gewoon logisch. Deze kist kunnen kapot maken, zit daar nog wat spul in? Nee, ik maak al die andere zooi kapot. Hier zo 2 kistjes. En hier kunnen we naar achter. Wat is hier, geheime gang? Ik zag hem al. Zag je hem ook? Ik zag hem al. Ik zag hem zeker hier. Kijk, het Maria beeldje. En daarin zit natuurlijk een sleutel. We hebben 3 sleutels. 3 sleutels. Dat is echt extreem veel. Dat is echt alleen maar positief. Want dan kunnen we namelijk 3 kluizen openen. En daar zitten weer extraatjes achter. Oh jee. Waarom staan daar kettingen hier? Vertrouw ik al sowieso niet. En sowieso dat je zoveel supplies kan krijgen. Dat is echt een teken. Echt een keihard teken. En echt niet positief, gewoon. Helemaal niet. Hé, Jozef? En Jozef laat mij al die dingen pakken. Ik heb zo wat een hernia van al dat pakken van die spullen hier. Hier nog een paar spulletjes. En hier hebben we nog 3 kratjes. En ik zie daar een mooi slagersmes. Dat kan ik ook gebruiken misschien nog wel. Kan ik hem pakken? Nee, jammer dit. En die hamer kan ik ook niet oppakken.
Dat zijn dingetjes die ik gewoon mis in de game, hoor. Echt dingetjes die ik mis. Hier staan ook nog echt heel veel spulletjes. Kan ik ze allemaal kapot maken? Kan ik deze kapot maken? Nee, daar kan ik helemaal niks mee doen. Kratjes kan ik wel kapot maken hier. Er zitten allemaal spullen in. Er komt echt een heel groot gevecht. Een baas misschien nog wel. Ik gok het maar, hoor. Kijk, het zou natuurlijk nog toffer zijn dat het gewoon niet ging om cliché dat er geen gevecht komt. Maar dat we gewoon zoiets hebben van, nou ja, kan van alles gebeuren. Ik herlaat even al mijn wapens. Dus deze shotgun, echt heel weinig kogeltjes. Dus je denkt wel, ik pak echt heel veel dingen op en zo. Maar dat valt echt vies tegen. Nou, dan gaan we maar hierin, denk ik. We hebben geen keus. Open maar de poort naar de hel. Dat doe ik zeker weten, Vincent. Zeker weten doen we dat. En... oh, nee. Hij gaat weer hoesten. Ik heb het gevoel dat hij gewoon dadelijk de bad guy wordt. Well, like when? This architecture seems straight out of the Middle Ages. Yeah, but there's electricity. Elevators. This place can't be real. It's like jumbled up memories. Okay, dit is dus blijkbaar iets heel vreemds. Er is iets aan de hand en er wordt gewoon een beetje met ons getrold, zeg maar. En waarschijnlijk zit die geest zit erachter. Of het kwaad, zeg maar, wat is gekomen. Wat ook die monsters, zeg maar, maakt. Die zombies. Daar is gewoon iets mee aan de hand. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Let's hide out in here for a minute. Dit zat er keihard in. Dit zat er dik hard in gewoon. Oh, Scunny. Oh shit. Is this what it was like, Seb? After the accident? Well, I never put a gun to my head. Plus 1. Just quietly sank into a bottle. We can't all be perfect. It never affected my work. But hey, you read the IA report. You know I didn't report you because I was worried about your work, Sebastian. What else is there? We don't have time for this. I need my partner here. Inderdaad, inderdaad. Ik heb geen zin in geslap gezeik. Ik heb je nodig. Ja, ik count op jou. Ik heb je nodig. Ik vertrouw op je. En laat me gewoon niet in de steek nu. Nu niet gewoon. Nu niet bij dit. Mapfragment 12 hebben we. Mooi. We hadden eerst 11 en nu 12. Wat kunnen we hier allemaal doen? Oh, we kunnen hier nog wat vinden van de hoop spullen, mensen. Dit is niet normaal. Dit is gewoon echt een cult. Fantastisch. Er komt daar zo'n rood gevecht nu. En hoe meer we oppakken, hoe groter dat gevecht gaat worden. Dat is echt zo'n rotgevoel. Ik hoor ook een spiegel. Waar zit die spiegel? Volgens mij zit die hier in deze... ja, hier zit hij. Hallo! Hallo iedereen! Ik ga even in de spiegel. Jozef, ik ben zo terug. Want we hebben namelijk 3 sleutels en we hebben upgrade punten! Woehoe! Kom op, Jozef. We gaan door. We gaan door met het verhaal. We hebben 3 sleutels. Ik ga gewoon willekeurig wat openen. En we hopen maar gewoon dat het goed is. Ik ga deze openen. Want die zit tussen de kooltjes in. En wat krijgen we daar? Een speerpunt. Er zit alles van vol. Je kan het altijd gebruiken. Pakken de volgende. Dat is deze. En wat zit daarin? Daar zit in... oh, lekker goed spul voor te upgraden. En dan wil ik er ook eentje helemaal rechts onderaan gewoon. Gewoon even helemaal ergens anders. En wat krijgen we daarin? Wat is dat? Ook weer voor mijn... Okay, dat is mooi. Dat is alleen maar goed. Gewoon extra zooi. Ik had liever kogeltjes verwacht voor mijn shotgun. Het liefst wel, eigenlijk. Stiekem. Maar ik ga niet het spel nu, weet je wel, van tevoren opslaan. En dan elk kistje kijken wat erin zit. En dan uiteindelijk elke keer opnieuw je save game laden. Om te kijken van wat zit daarachter en zo. Dat is wel... ik vind dat een beetje vals spelen. Het is niet echt vals spelen, maar het is niet eerlijk tegenover jezelf. Dan weet je van, ja, dan ga je ook noteren op een blaadje van, nou, daar zit die achter. En misschien heb ik nu op dat moment die nodig. Dus dan ga ik die kist openen. Nee, je krijgt gewoon 3 sleutels. We hebben 3 kluizen willekeurig geopend. En 2 van de 3 waren gewoon wat minder. Maar kunnen we altijd nog gebruiken in de toekomst.
En dames en heren, dit was weer een aflevering van The Evil Within. Wil je weten hoe het verder gaat? Kijk gewoon volgende keer weer terug naar een nieuwe aflevering. Vergeet de video niet te liken en vergeet niet te abonneren. Dat kan namelijk hier in het scherm. Tot volgende keer. Doei doei!